De glazen bol, ja, wat zie ik in de toekomst? Dat is altijd een hele moeilijke vraag, hè? In het onderzoek wordt nu gezegd, we gaan naar een wereld zonder slip. Een wereld waarin we alles fysisch-chemisch doen. Ik denk dat we toch altijd nog wel afvalproducten houden die we moeten verwerken. En tuurlijk moeten we zoveel mogelijk daaruit proberen te halen. Maar ja, uiteindelijk zitten we toch vast aan die eindverwerking. Ja, ik ben benieuwd wat de rest erover te zeggen heeft. STOA Slip Webinars. Hoe ziet de toekomst eruit? Mijn naam is Merle de Kreuk en ik ben hoogleraar aan de TU Delft over het gebied van afvalwaterzuivering en slipvergisting. We zijn hier in het Waterlab. Superleuk dat ik hier weer een keer ben, want ik ben hier al sinds september niet meer geweest. Dus daarom is het ook zo uitgestorven om me heen. Ik ben hoogleraar en dat betekent dat ik onderzoek doe. Dat doe ik niet alleen natuurlijk. Daar heb ik masterstudenten bij, bachelorstudenten en natuurlijk mijn team van PhD's en postdocs. Het fascinerende in het slip is dat je hebt je afvalwaterzuivering en je hebt je bacteriepopulatie. Er zit een heel groot stuk microbiologie in waar we nog steeds niet alles van weten. Ook al hebben we al meer dan 100 jaar actief slip. En als het dan naar de vergisting gaat, heb je weer een andere bacteriepopulatie. Nou, dat is al super interessant. Maar dan het volgen van die afbraak. Wat gebeurt er nou precies in de afbraak van het slip? Dat zien we heel mooi in het slipwebinar. Die passie, al die vragen die mensen thuis stellen. De ontzettend leuke filmpjes die we hebben kunnen maken. De presentaties van al die waterschappen. Mensen uit het veld en de ingenieurs. Die komen vertellen hoe cool nieuwe technologieën zijn. Ja, en wat er allemaal nog kan gebeuren op dit vlak. Dus als jullie nog iets van de webinarseries mee willen krijgen, kijk dan vooral op 25 mei of kijk die andere webinars terug. Want ja, het staat gewoon online, dus ga mee in die passie.